Hoi, ik wil je gaan laten zien hoe ik ga proberen het spel van de Red Cobra's weer aan de praat te krijgen. Ik zie dat Jacob 2 dagen geleden iets heeft gecommit. Ik heb het al gepusht en gepoeld. En als ik dan de game run, krijg ik dit. Kamerdaan, no such file or directory. Nou, dat is logisch, want die zijn allemaal gewist. Dat is ook goed. Het idee van Jacob is dat... Om heel veel kamers weg te halen en dan in een volgende video maak ik weer kamers erbij. Nou, ik zie dan, wat ik dan doe, is ik kijk naar de fouten. Dan zegt hey, ik ken kamer daar niet. Nou, dat is goed, die delete ik ook allemaal. Dus ik ga alle fouten die het nu nog niet doen, weghalen. Hey, ik wil dat hij het weer doet met de kamers die er nog wel zijn. Nou, ik doe de hele tijd stiekem op Ctrl-R drukken. Dat betekent dus run. Dus hij gaat nu bouwen. En ik ga dan steeds naar de bovenste fout toe. Nou, dat is geen probleem. Dat is een waarschuwing. Maar hij zegt, hey, beste Richel, kamer Quinn, die bestaat ook niet. Dus die regel ga ik gewoon weghalen. Dit ga ik weghalen, dit ga ik weghalen. Alles wat fouten geeft, dat delete ik gewoon. Hè, kamer Richel, kijk, dat is de beste kamer die er is. Nou, nu hebben we een probleem. Want hij zegt, beste Richel, als woord, dat is een functie, in kamersoort, die bestaat niet. Hij zegt, undefined reference, dat betekent, beste Richel, jij hebt beloofd dat deze functie bestaat. Maar ik kan hem nergens vinden. Nou, dat kan goed kloppen. Want kamersoort.h, dat is de headerfile waarin ik zeg welke functies er gaan zijn. Een soort inhoudsopgave. Kamersoort.h bestaat. Maar als ik dan omlaag scroll, zie ik nergens kamersoort.cpp. In de cpp-bestanden, daar staat de echte code. Het eerste wat ik ga doen is gaan kijken of hij er wel bestaat. Ik ga gewoon in de folder van de Red Cobra's. En ik ga op zoek. Kamersoort.h zie ik. Maar misschien zie ik hem over het hoofd. Nee. Alle bestanden die beginnen met kamersoort, dat zijn kamersoort.h. Wat ik nu moet doen, is kamersoort.cpp opnieuw downloaden. Het is de Red Cobra's. Werken met GitLab van de jonge onderzoekers. En vroeger bestond hij. En we gaan hem nu gewoon weer vinden. Nou, gelukkig houdt GitLab, dankzij Git, de versies bij. Dus ik kan gewoon in de commits, kan ik zoeken van waar zou dat gebeurd zijn. Nou, en ik gok gewoon maar een beetje. Ik pak bijvoorbeeld de commits van, even kijken, lalalala. Ik heb het idee dat hier wat veranderingen maken. Kijk, op die readme, dat is prima. Ik denk dat ik de GitHub of de GitLab van 23 januari ga bekijken. En ik wil graag terug in de tijd naar die versie van 23 januari. Want ik denk dat hij het toen goed deed. Nou, misschien dat ik dan hierop moet klikken. Dat weet ik niet zeker. Maar nou, dat klinkt, het ziet er raar uit. Ik wil gewoon teruggaan in de tijd. En ik wil niet view files zien. Ik wil eigenlijk alles zien. Show. Wat als ik erop klik? De vraag is, hoe vinden we uit hoe we teruggaan in de tijd? Nou, ik denk gewoon dat wat ik wou... Oeh, daar stond het! Hier kan ik klikken welke versie het is. Oh, wacht even. Dat ga ik nog een keer proberen. Ik ga naar de commits. Daar ben ik nu. Ik pak 23 januari. En je ziet dat dit getal eindigt op, begint met F79A3. Dat is hier. Dus volgens mij ben ik nu terug in de tijd. F79, daar begint het mee. En dat is dus... Hier nog niet, maar als ik hier F79 doe, of als ik hier bij commits ga zoeken, zou het daar staan? Ik weet het niet. Hier sta ik. Oh, wat dit is, heb ik geen flauw idee.
Want waar ben ik nu? Hij compileert weer, dat is 2 dagen geleden. Hoe ga ik terug in de tijd? Red Cobra. Hoe zou een mens dat doen? Ja, want ik zie dat hier een soort oude versie is. Dat is een, daar ben ik niet zo benieuwd naar. Maar ik wil graag van de commit teruggaan in de tijd. Copy commit, sha, browse. Ah, ik moet gewoon op browse files klikken. Oké, mooi. Ik ga terug naar 23 januari. En ik klik op browse files. Nu zie ik inderdaad hier dat ik dan er ben. En we gaan op jacht naar kamersoort.cpp. Nou, dat is het op alfabet. Kamersoort.cpp, daar is hij. Mooi, we zijn dus teruggegaan in de tijd. Oeps, onjuist, ik ben terug. Waar is kamersoort? Kamersoort.cpp, ik weet niet waarom ik misklikte, maar... Kamersoort, daar is hij. Oké, hij wil dat ik opnieuw inlog. Nou, dat is geen probleem. En dan zal ik wel even klikken op Remember Me. En dan kan ik kamersoort.cpp downloaden. Kijk, dit is hem. Hier gebeurt het. Mooi. Klik op download. Bam. En dan wilt hij meer gesaven. Nou, dan klik ik op save file. En dan ga ik zeggen waar hij hem moet saven. Het kan zijn dat hij hem nu in downloads. Ja, precies. Hij doet het in de folder downloads saven. Dat is de standaard folder. Dus je kunt er op deze manier naartoe. Via Firefox. Nou, laten we dat maar eens even doen. Nou, dat kan hij niet vinden. Dus we gaan gewoon naar downloads. En hier zou kamersoort.cpp. Daar is hij. Bam. Die neem ik mee. Ik knip hem. Dus in plaats van kopiëren zeg ik naar een nieuwe plek. Ik heb de Red Cobra Games in de folder GitLabs Red Cobra staan. Ik plak hem hier. Nou, dat kun je niet goed zien. Maar hij zit er nu tussen kamersoort.cpp. Bam. Daar is hij. Als ik nu de game run, vindt hij misschien nog steeds niet. Dat komt omdat hier in de bestanden staat kamersoort en niet tussen. Hij zegt nog steeds, Richel, je hebt beloofd dat als woord bestaat in kamersoort.h met F4 kan ik al naar kamersoort.cpp gaan nu. Maar hij zegt, ja maar Richel, jij zit nog niet in het project. Nou, dat gaan we nu fixen. We gaan naar source toe. Ik pak hier kamer soort. Dan voegen we hem toe aan het project. En nou weet C++ dat hij ook daar moet gaan zoeken. In die bestanden. Nou, nu zijn er nog meer dingen die mis kunnen gaan. Hij zegt van, hey Richel, je hebt hier kamer Rohan. Heb jij ook gemaakt? Nou, dat klopt helemaal niet. Ik wil mijn kamer Rohan niet hebben. En dat komt als ik in het projectpagina ga van de Red Cobra's. Zie ik dat er hier inderdaad kamer Rohan, kamer Quinn, kamer Sedi, kamer Slaapkamer ertussen zit. En die wil ik eigenlijk niet. We willen alleen maar kamer Richel en kamer Soort. Dat betekent dat alles wat niet kamer Richel is en wat niet kamer Soort is, ga ik gewoon deleten. Bam! Nou, nog een keer runnen, kijken wat er gebeurt. Want misschien is het nu klaar. En hij doet het. Nou, dan hebben we niet zoveel kamers meer. Misschien doet hij het ook niet helemaal perfect. Ik doe even clean all. Om te kijken. En gewoon queue make. Dat is altijd wel goed. Dan er zijn wat dingen die C++ doet. Om het compilen sneller te maken. En met clean all en al die grappen. Weet je zeker dat hij echt overnieuw moet beginnen. Dat moet hij ook echt. Even kijken naar dus kamer. Zie je er nog wel wat namen van kamers. Maar volgens mij is dit kamer Richel. Ja, dat doet iets. Wat het doet kan ik niet zien op mijn computer. Want mijn computer is te klein. Of de scherm is te... Heeft een te lage resolutie. Maar hij doet het weer. Dat betekent dat dit het eind is van deze video. Dus ik ga hem nu stoppen. En ik wens je nog een... Oh, ik ga hem even inchecken. Oh, laten we dat even doen. CD, GitLabs. CD, Red Cobra.
Ik doe altijd een keer het status, goed, om te kijken wat ik heb gedaan. Ja, dat is goed. Ik ga meteen even wat andere dingen. Want ik ga deze pro.user files ook deleten, want die heb je nooit nodig. Nou, bij git status zie ik dus heel veel dingen. Git add min min all slash git commit min m. Spel doet het weer. Doet het weer. Git push. En normaal vraagt hij bij jou een wachtwoord als je git push doet, maar ik heb hem ingesteld dat het niet hoeft. Mooi. Nu is de video echt klaar. Laten we even checken op de GitLab of hij inderdaad binnengekomen is. En dat zal die zijn. Kijk maar. Tada, daar ben ik. Mooi. Dan wens ik je nog een hele fijne dag. Houdoe.